Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, nou topper. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Ja. Heb je nog spierpijn van gisteren? Nee. Oh, dat is goed. Jij wel zeker. Ja, ik wel. Ja, ja klopt, ja. Maar ik heb wel pijn aan mijn voet, maar dat was van eerder gisteren. Oké, ja, nee, maar ik bedoel echt gisteren dat sjouwen bij Dave met de vijver. Oké. Wat zijn de plannen voor vandaag? We gaan die planten gaan we, ja, die we gisteren. Klopt. Hebben gehad. Gisteren hebben we geen tijd voor gehad, die gaan we nu even doen. Ja, die gaan we vandaag even erin doen, mooi eenden. Ja. En we. Nog meer? Ik niet meer. Je weet niet meer. Oké, ik zal het even vertellen. We gingen vandaag ook eventjes de UV-lampen doen van de vijver. Oh ja. En water testen. In het achtergrond daar. Oh ja, van die met die haat. Ja. Ja. O2, ja, die dingen allemaal. Natriet en zo. Nitriet, ja, heel goed. Ja, natriet. Ja, dat gaan we ook allemaal doen. Dus dat gaan we even doen. Ja. Eerst even lekker eten. Melkje erbij. En dan gaan we dan even actie ondernemen. Dus mis je er nog iets om? Ja. Oké. En de zuurstof, die hebben we ook niet. Oké, de NH4 en de NH3, die hebben we ook niet. We hebben ook geen ammoniak. De ammonium kent twee vormen. Afhankelijk van de pH. Wat zit hierin dan? Ik ga even kijken. Ja, maar zo even kijken. We kunnen 50 keer mee testen. Oké. Okay. Dat is echt superveel. Deze ook. Deze staat er niet op hoe vaak. Kijk, hier staat 50 keer test. Daar staat 50 keer test. En hier staat het niet. Ja, maar open. Ik ga eerst even zoeken. Kijk, hierop staat al wat er dus in zit. In dit geval zit er een spuitje in. En twee flesjes. 1 en 2. Dat is allebei een verschillende soort. Dan kun je vertellen, spuitje. Bij deze zitten er 5 flesjes in. Nou, dat kan ook. Kijk. Er zit bij elke. Kijk, hier staat weer een 2 op. Ja, ja. Weer een 2. Daar staat een 3 op. Maar zo hebben ze ook allemaal een andere functie. Verschillende volgorde. Ja. 1. Een leeg flesje. Een leeg flesje. Dit weet ik nog van de vorige keer. Dan moesten we weer allemaal in dingen testen. Ook weer eentje. Wel allemaal van glas. Houdtje. Hier kan je ze inzetten. Oké. Okay. Dit kan je gewoon bij een plant gooien uiteindelijk de uitkomst. Nou, gaan jullie maar eens even rustig lezen wat er allemaal moet. Ik ben benieuwd. Oh. Ja, en de kleurfilters. Nou, ben heel benieuwd. Oh, dit weet ik nog hoe dat ging. Want dan moest je het erop zetten. Dan moest je het zo erop zetten en dan moest je kijken welke, ja, kleur het is. Ja, op die andere zetten, op die, ja, rieten, die onderste. Ja, allebei. Ja, op die onderste. Nee, ook op die. Je moest het zo doen. Zo, oh ja. En zo. Ja. En dan moest je ze allebei zo op en neer schuiven. Ja. Andersom. Zo, want dan kun je die nummertjes nog zien. Oh ja, oké. Okay. En dan kun je vergelijken, die twee flesjes. Welke nou beter is. Ja. Ja. Vergeet je die andere eenden ook niet in het water? Ja, we gaan lopen. Waar maken jullie de ruzie om? Ja. Ja, dan komen er veel meer. Ja. Je hoorde er daar in landen gewoon. Ik hoop dat je afgeleid bent. Wat dan? Wat ben je eigenlijk voor? Oké, nou, we gaan nu de geraniums doen. Maar kijk, bijna een botsing, zeg, met 2 fietsers. Kijk hier,
dat? Dat is een, ik denk een rups. Ja, is een dat beetje een rups? Is dat voor rups? Ik weet niet wat rups het is, nou. Die is niet zo lekker eruit. Maar goed, vertel. Wat, want we hebben het al even een beetje besproken met z'n tweeën. Ja, weet je wel. Ja. Dit? Ja, dat? Gaan we hergebruiken. Hergebruiken? We gaan het terugbrengen naar het plantencentrum. Nee. Nee? Oké. Okay. We gaan het in deze potten zetten. Oh, oké. Het... Zo veel even. Ja. Dit is hetzelfde plant als dit. Ja. Dat is een hanggeranium. Alleen is iets meer uitgegroeid natuurlijk door alle tijden. Ja. Dus we hebben die even nieuwe, want deze ziet er niet meer zo mooi uit. Ja. Het zijn een beetje dode takjes. Dus we hebben even het nieuwe gekocht en we gaan nu deze hierin krijgen. Oké, dus die kun je gewoon als pot neerzetten dan. En dan kun je ze er binnen. Maar dan moeten we wel even kort snoeien, denk ik. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen... Huis, tuin en keuken, wat is het ook weer? Eigen huis en tuin. Ga je gang, chef de kliniek. Weet je waar je moet knippen dan? Nee. Nee, dat meen ik wel. Ik ga je wel even helpen. Ja. Ja. En nu moet je wortels scheuren. Ja, de planten. Ja, helemaal... Dan moet je dat gewoon neerleggen, ja? Ja, helemaal scheuren. Je moet de planten weer uit zijn model halen. Planten zo goed kunnen wortelen. Ja. Stel je dan voor bij een boom? Ja, een boom gaat helemaal. Hoe lang je daar al niet mee bezig bent? Nee, je kan een boom, als een boom oud staat, kan je hem niet verplaatsen. Oeh. Dan kom je even helpen. Ja, graag. Even een updateje, vertel. We hebben hier de plantjes hebben vrijgemaakt. Oh ja. Bij sommige? Ja. Sommige zie je heel goed hoe ze gekweekt zijn. Oh ja, zie je nog een klein mee. Kweekpotje. Dat, Ja, zit er nog in. En dan zie ik groeien echt die wortels allemaal uit. Ja. Bij de meeste is dat wel, maar bij sommigen weer niet. Maar we gaan nu eventjes verder dan met... Nu met deze erin doen, want we hebben al het aard even weggedaan. Oké. Okay. Hoi mama. Daar gaat mama komen. Ja. Ja, die moet hem even doorrijden. Ja. We gaan even kijken dan. Okay. De geraniums, vertel. Moet ook een bakje er al? Nee, het bakje kan je eraf halen. Okay. Ja, het bakje. Ja, dus bij de pot, ja, bij de bak. Wat we nu gaan doen? Ja, wat gaan we doen? Even deze afhalen. Ja. Alleen dan kan ik het doen. Die worteltjes zitten al onder ding, dus dat is wel even lastig. Dan moet je een beetje trekken eraan. Dan trek je die worteltjes mee naar binnen. Ik ben bang dat ik een tak afbreek. Ja, een beetje bewegen zo, knijpen erin. Nee. Ja, daar komt hij, ja, doortrekken. Plantje bij zo'n stammetje pakken. Ja, daar, heel goed. Ja, hij komt. Dat klonk echt als... Oh, het is wel een hele lange sessie dit. Trek hem aan. Hou je de plant vast. Oké. Okay. Zo, hop. Oh, oké. Okay. Ja. Deze moet hier. Ja, die moet aan die kant, klopt. Ja. Dan begin ik even met deze. Ja. Ik zet even pakken die ik eruit kan pakken. Deze? Ja. Dus, gewoon goed trekken, hè? Ja. Ja, door, ja. Dus gewoon plant vastpakken. Ja, heb ik. Plant vasthouden. Hop, ja. Nou, die dan hoor. Die moet hier. Ja, en ja, zo ga je hem helemaal vullen. Ja. Ik wil een beetje uit elkaar. Ja. Eigenlijk moet je wel een klein gaatje graven, als ze er even al in kunnen staan. Ja, misschien is dat beter. Zou je deze even gaan stellen? Nou, zo gewoon hier. Gewoon. Klein half uurtje verder. Ja, een stukje hout. Ja, ik vind hem wel mooi. Ja, ik vind hem heel mooi worden. Klein handje denk ik nog maar. Ja. Dan is die denk ik wel. Dan is deze klaar. Ja, gaan we nu. Dan kun je die andere doen. Ik heb deze hele mooie. Ja, die hanggeranium. Yep, heel goed. Daar blijven? Ja. Nou, ga deze ook nog even doen. Goed bezig, lui. Hoe is het eindresultaat? Zo. Kijk. Super mooi. Top gedaan. Dus dit is weer dit zijn hand. Geraniums, ja. En dit zijn gewoon normaal. Ja, die gaan omhoog groeien zometeen. Ja. Goed, dan gaan we nu eventjes de restant van vorig jaar in een plantenbakje doen. Ja. Ga je gang. Je kan het. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe je het gaat doen.
Ja. De zak is bijna op. 70 liter. Echt een kwart. Heb je goed gedaan. Zal ik laten zien wat je net hebt gedaan. Kijk, deze heeft ze net gedaan. Dus de geraniums krijgen een second life. Second chance. Wat dan? Die kleintjes erin. Oh ja, ja, ik zal ook laten zien wat we nog meer hebben gedaan. Er waren twee takjes afgebroken van de geranium. En die hebben helaas we in het water van de naast de kikkervisjes. Naast de kikkervisjes, want de kikkervisjes zitten hier. Kijk, leuk hè. Die zijn er al uit. En dus die hebben we hier gedaan. Dus dan kunnen we ook gelijk nog eens een stekkie. En dat gaan we nu hetzelfde bij de paarspot gaan we nu ook hier doen. Ja, dat zijn de hanggeraniums. En die gaan hier even kijk in. Hoe dat eruit ziet. Ja. Ik kan bijna niks meer doen. Deze twee plantjes krijgen toch nog een kans te overleven. Om ze hun best te doen deze zomer. Eentje in dit potje en eentje in dat potje. Ik zie nog wortels boven de grond. Alle wortels onder de grond, hè? Anders kan ik geen water opnemen. Heel goed. En aanduwen. Plantje dus zo'n beetje omhoog trekken, zo'n stammetje. Ja. Dan gaat de aarde eronder. Heel goed. Nou, heb je weer top gedaan, topper. Ik ben trots op je. Dankjewel. We gaan het even aanvegen, opruimen. Ja. Einde, dan een beetje water. En moesten we niet vergeten. Nee, zeker want niet. Want vaak als we iets maken, ja. En dan is het, denken we echt zo, waarom ziet het zo lelijk uit? Oh ja, we hebben geen water gegeven. Ja. Dat heb ik echt altijd. Dus gelukkig zijn we dit keer niet vergeten. Nou ja, het gaat vooral de lange adem, dat je het vaker water geeft, niet één keer. Nee, dat klopt. En dat is meestal het probleem bij ons. Ja, die paars ook even. Ja, die ruikt echt super lekker, vind ik. Geef ze maar van bovenop, ja. Ja. Zo. Ja, en dan die twee kleintjes nog. Mooi lekker nat, lekker ja. Koud. Zo. Hop, daar. Nou, die verdrinkt toch gelijk. Ja, even wachten. En dan kunnen we nog een beetje bijgeven. Nou, dan geef je de rest aan die andere grote jongens. Ja, want die moet extra veel. Ja. Nou, super gedaan, kan je? We gaan even binnen zelf wat drinken. Ja. En de planten boven. Ja, doe maar lekker. Ik moet nog steeds lachen. Doe maar lekker veel. Ja, met die andere? Ik denk dat het al één gieter per plant pak wel. Maar niet alles in één keer, want anders loopt het aan de onderkant eruit. Dat begrijp ik. Ja. Het zit op een andere plek, dit doet. Ik denk niet dat het wel uitmaakt, maar oké. Top gedaan. Oh nee, het valt op beneden. Jeetje, er ligt er zomaar een cadeautje voor je. Ja. Vertel. Van oma. Oh, dat is wel een denkje. Dat denk ik. Oké. Okay. Is de knuffel? Kun je het pakje niet open scheuren? Nee, dat is zonnetjes. Oké. Kuikentje voor tafel. Paascadeau. Kijk. Gelukkig paasfeest. Kijk, ja, we zien elkaar natuurlijk met Pasen niet. Dit is opa! Dat is opa! Hè? Jeetje, wat gaan we eens kijken? Ik weet niet wie het is. Oh, die heeft papa. Oh, die hebben vroeger gemaakt, ja, ja. Maar goed, dus die is van oma. Nou, die heb je zeker van oma. Kijk, hé, dat is wel leuk, hè? Oh. Ja, ja, dat is leuk. Dit is leuk! Ja, ja. Hij is lekker zacht, hè? Oh, nou. Kom, we gaan even drinken. Ja. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!